Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van jezelf echt zien. Het is een week waarin de rust weer terugkomt en waarin alles een soort van samenkomt. Bewust en onbewust ben je bezig geweest om allerlei dingen uit te zoeken, om allerlei dingen uit te pluizen, om allerlei dingen te doorvoelen. En dat kan dus ook helemaal onbewust gegaan zijn. En dat heeft heel veel lagen afgegaan. Dat is heel veel lagen afgegaan. Het is lichamelijk geweest. Het is emotioneel geweest. Het is mentaal geweest. Er is eigenlijk heel veel gebeurd. En van heel veel van die dingen kun je niet eens echt je vinger erop leggen wat er nu daadwerkelijk gebeurd is. Het is eigenlijk ook wel een beetje onzichtbaar geweest. Maar tegelijkertijd heeft het gevoelsmatig best wel heel erg veel gedaan. En dat is iets wat deze week dus als het ware samenkomt. Het is een soort van overzichtsweek waarin jezelf zien centraal staat. Waarin het er vooral om gaat dat je zowel je leuke kanten, je leuke eigenschappen, naast je minder leuke kanten kunt zien. Maar ook heel goed de verbindingen kunt leggen tussen mentale stukken en emoties en lichamelijke ongemakken. Dus dit is een week waarin dus ook de inzichten kunnen komen over waarom je zo'n last hebt van je knie, terwijl er medisch gezien helemaal niks aan de hand is. Deze week komen de ingevingen van, oh wacht even, maar de afgelopen weken heb ik juist te maken gehad met bepaalde emoties, met bepaalde gevoelens. Dat kan daarmee te maken hebben. Dus het is een week waarin op allerlei vlakken alles samenkomt. En dat is nu nog heel erg onduidelijk en dat merk je ook aan hoe ik het uitleg waarschijnlijk. Omdat het heel groots is, wat heel klein wordt. En het is ook echt voor iedereen anders. Voor de een kan het over relaties gaan. Zeker waarbij als je heel veel met relaties te maken hebt gehad. Voor de ander gaat het dus over lichamelijke ongemakken. En voor de volgende gaat het weer over werk. Waarvoor heb ik het nooit naar mijn zin op mijn werk? En wat voor een baan moet ik nou doen? Want deze week juist de ingevingen komen over van oké. Maar waar ik altijd van droomde, was dit of dit. Nou, misschien is er iets praktisch wat ik daarmee kan gaan doen. En dat dan ook ineens de dingen op je pad komen om daar wat mee te doen. De ingevingen in jezelf opkomen. Dus het is een hele open energie. Wat voor mij ook weer uitdagend om uit te leggen maakt. Maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel, wat er gebeurt. Waarbij je dus ook de verbindingen in jezelf heel erg gaat leggen. En dat is de belangrijkste voor deze week. Dat je voor jezelf kunt gaan plaatsen welke gevoelens, met welke gedachten, met welke lichamelijke signalen verbonden zijn. En vanuit daar komt ook weer een stukje zelfvertrouwen voor. Dat is het onderliggende proces voor ons allemaal. Dat we meer bij onszelf uitkomen en meer gaan vertrouwen op onze eigen wijsheid, op onze eigen ingevingen en gewoon op wie je bent, gewoon op wie we zijn. Dat speelt daarin eigenlijk onderliggend dat er antwoorden komen. Misschien kan ik het zo beter verwoorden. Er komen antwoorden, we krijgen inzichten. We gaan dingen in onszelf aan elkaar koppelen door middel van die ingevingen en die inzichten. En daardoor vinden we dus antwoorden. En vanuit daar groeit ons zelfvertrouwen een stuk meer. Dat is eigenlijk het beste wat ik over deze week kan zeggen. De steen die ik hierbij aanraad is daarom ook de sodaliet. Juist omdat het een steen is die ons helpt meer op onszelf te vertrouwen. En dat zelfvertrouwen te vergroten en voor onszelf te kiezen. En ook die inzichten helpt te krijgen, helpt te geven. Dus dat is een hele fijne steen hierbij. En de geur die ik hierbij aanraad is sinaasappel. Omdat dat een hele motiverende, ondersteunende geur is. Die energetisch gezien ook helpt meer van jezelf te houden en je rust te bewaren in dit proces. Omdat het heel erg naar jezelf toe brengt. Dus dat vind ik twee hele fijne hulpmiddelen hierin. En dat gezegd hebbende ga ik me hier afronden. En wens ik je een hele fijne dag toe.